De Bijbel die staat er vol van zorgen en problemen. Ja, het is waar. Er was ook een man, het volgende plaatje, en die heette Jairus. Het dochtertje van Jairus. We kennen het verhaal wel. Ik zal niet te ver in het verhaal duiken, dat is wel een verhaal apart. Maar het was een leider van de gemeente. Zou je bijna zeggen, nou dan zou hij toch wel een beetje meer moeten weten en beter moeten weten. Maar hij was in paniek geraakt, had grote zorgen. Zijn dochtertje lag op sterven. En hij heeft gehoord dat Jezus in de buurt was. En hij rende naar Jezus toe. Oh Jezus, Jezus, mijn dochter ligt op sterven. Kunt u alsjeblieft meegaan, want dadelijk is het te laat. En wat zei Jezus, wees niet bang, maar blijf geloven. Blijf even rustig. Ja, maar nee. Wij moeten zeggen, ja, ik ga naar u luisteren. Want als Jezus antwoordt, dan is het soms niet vandaag, dan is het morgen. En Jezus, die moest nog even bij een vrouw, moest die een genezing doen. En toen ging die pas mee met Jairus. En toen kwam die daar, Heer, u bent te laat. Ze is gestorven. Maak je geen problemen, Jairus. En dan legt ze hand op het meisje. En dan zei tegen het meisje, sta op. En ze kwam tot leven. Wat een wonder gebeurde daar. Weet je, dat zijn de wonderen die Jezus heeft gedaan. Maar hij heeft ook gezegd van, maak je geen zorgen. Maak je geen zorgen, hoe moeilijk het soms ook is. Maar kom bij mij en leg het maar bij me neer. Matteüs 11 vers 28. Hè? Als juk te zwaar is, hè, leg het bij mij neer. Maar laten we het ook bij hem laten. We gaan het volgende plaatje. De volgende tekst, laten we het zo zeggen. Want de Psalm 46, vers 2 en 3 zegt, God is voor ons een veilige schuilplaats. Een betrouwbare hulp in de nood. En daarom vrezen wij niet. Daarom zijn we niet bang. Zijn we dat? Zijn we niet bang? Al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee. Nou, dat is het ergste wat je misschien wel mee kan maken. Dat er een aardbeving plaatsvindt en dat de bergen in de zee storten. En dat de aarde wankelt en dat je denkt, oh, ik verga. Maar dan toch nog steeds, God is bij je. Hij gaat met je mee, hij zorgt voor je. Het is niet ik die het zeg, hier die ik sta hier. Maar het is Jezus, dat wat we net gelezen hebben. Jezus zegt, Jezus spreekt in de Bijbel tot ons. Als we iedere dag ons boek, ons Bijbel openen, dan kunnen we lezen wat God voor ons heeft weggelegd. Dat zei die zuster vanmorgen ook. Open je Bijbel. Open het woord van God. En je krijgt het antwoord. Geweldig. Volgende maar. Leg de last van uw zorg op hem. We hebben het iedere keer weer. Iedere tekst komt het eigenlijk weer terug. Hè? Maar ik heb het gedaan dat we er iedere keer weer op geattendeerd worden. We moeten ermee volgestopt worden eigenlijk met die woorden van God. Zoals we net gezongen hebben, Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart, dat je over gaat lopen van Gods Geest. Maar we moeten over gaan lopen met de woorden die God aan ons geeft in zijn woord. 1 Petrus 5 vers 7, leg de last van uw zorg op hem, want u ligt hem na aan het hart. Ieder is uniek in Gods ogen. Ieder is uniek geschapen. Hij kijkt naar je en hij zegt tegen jou, jij bent mijn kind. Ik heb alles, maar dan ook alles voor je over. Zoals een vader zich over een kind ontfermt, ontfermt de Heere over ons. Van, geef al uw zorgen en problemen over aan God. Want hij houdt en zorgt voor jou. Wat moeten we dadelijk nog aan toevoegen als je dit leest? De Bijbel is zo makkelijk eigenlijk. We pakken hem, we doen hem open en als we gaan lezen, geeft God eigenlijk al het antwoord. Leg de last maar neer, want u ligt na aan het hart. Wat wil u nog meer? Dat er een vader is die zo goed voor je zorgt. En geef je zorgen en je problemen maar over aan God. En dank maar dat je dat mag doen. En hij gaat je verder helpen, steeds verder. Het volgende. Weer zo'n mooie tekst. Psalm 40 vers 18. Al bezit ik niets... En zit ik diep in de ellende? En misschien zit u wel diep in de ellende. Ik weet het niet. Toch denkt de Heer aan mij, mag je zeggen. Mijn God, mijn Vader. Want u bent mijn helper en bevrijder.
En dan mag je zeggen, kom snel, mijn God. Kom alsjeblieft snel, want ik kan haast niet meer wachten. Ik wacht op uw antwoord. Ik wacht op uw hulp. Wacht niet langer. Want ik heb zo'n groot probleem. En de Bijbel, zoals ik zei, staat er vol van. Iedere keer weer opnieuw. Je kan veel verhalen lezen waar Gods hulp aanwezig is. En dat geldt niet voor dat verhaal persoonlijk, maar voor jou persoonlijk. Dat God zegt, ik ben jouw persoonlijke redder, jouw persoonlijke helper. Ik ben de helper en bevrijder in de nood. God, wacht niet langer, maar kom snel, mijn God, mijn helper, in Jezus' naam. Volgende. En wees sterk. Ben je sterk? Ben je moedig? Als je je last haast niet meer kan dragen. En God zegt het weer. Je hoeft geen angst te hebben. Want de Heere, uw God, die is gewoon bij je. Iedere dag, iedere stap die je doet. En hij zal niet tekort schieten en je ook niet in de steek laten. Als de problemen soms te hoog gaan worden, dat je denkt van ik zie het niet meer zitten. En waar is God? Waar is hij dan? Ik heb al zo vaak gevraagd om mij te helpen. En je zou een stapje van hem afdoen, weet dan één ding zeker, dat hij met je meegaat. Hij laat je niet in de steek, want hij wil je juist helpen. Hij wil alles voor je doen. Dus, zegt hij, wees sterk, maar wees ook moedig en heb geen angst. Ik ben bij je, als je al zo lang wacht, broeder, maar weet één ding. Eenmaal is je pijn voorbij, hij zal je helpen. En we bidden iedere dag voor elkaar, met elkaar, om mensen te genezen, broeders en zusters te helpen in de nood waarin ze terechtgekomen zijn. En ik geloof zeker, één ding is zeker, dat God het hoort. En op zijn tijd gaat hij ons verhoren. Hij zal het geven wat we nodig hebben. Want niets in de wereld, staat er in de volgende tekst. Want niets in de hele schepping kan ons scheiden van Gods liefde. Romeinen 8 vers 39. En daar staat, ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, engelen, nog machten, nog krachten, heden, nog toekomst, hoogte, nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. Wat een belofte doet hij hier. Wat een geweldig voorrecht is het als je dat leest. En dat je als christen zijnde mag geloven dat God daar is. En dat hij dat zelf heeft geschreven voor jou persoonlijk. Dat hij nooit van je af zal gaan. Die hij ons heeft gegeven in Christus Jezus, onze Heer. Ons nooit zal kunnen scheiden van de liefde van God. Waar je ook gaat en waar je ook staat in het leven. Niets kan je scheiden van de liefde van God. Misschien heb je een moeilijk leven achter de rug. Misschien heb je ooit gezegd, God, waar ben je? Of misschien heb je helemaal niet meer aan God gedacht. Maar wees ervan overtuigd dat God achter je liep. En als je zou vallen, dan zou je zeggen van, Heer, vang me op. Maar misschien kon je het niet zeggen. Maar weet, hij is er altijd bij geweest. Als ik terugkijk naar mijn eigen leven, zijn er momenten geweest dat je dacht van, nou ja, ach, weet je, ik zoek het zelf wel uit. Maar God ging met me mee, totdat hij op dat moment tegen me zei van, en nu ga je de andere kant uit. En als hij het wil, dan ga je nooit meer een andere kant uit, want dan blijf je bij hem. Volgende. Het onderricht voor het leven. Een les of een instructie voor het leven, kan je zeggen. Wat je mee mag nemen vandaag. Maak je dus geen zorgen, staat er in Matteüs, voor de dag van morgen. Want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. En elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Ga niet te ver vooruit kijken. Heb ik morgen nog? Heb ik volgende week nog? Heb ik dit nog? Heb ik dat nog? Leg het bij Jezus neer. Ga op je knieën vanavond. Ga bidden. Ga danken. En weet dat Jezus naar je hoort. En dat hij, ja, hij zal je nooit verlaten.
Het is al zo vaak gezegd. En wat ik zei, de Bijbel staat er vol van. Maar hij geeft ons deze instructie niet voor niets. Maak je geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen is zoveel voor zichzelf. De dag van morgen is weer een hele andere dag, zegt Jezus. Kijk niet te ver vooruit. Veel mensen maken plannen. We gaan dit, we gaan dat, we gaan zus, we gaan zo. Ik hoorde laatst van iemand, die kwam net terug van vakantie. En gelijk de volgende vakantie was al geboekt. En de wintervakantie, ja, daar gaan we ook weer. Weet je, dan kijk je al zo ver vooruit. Maar wie zegt dat je er morgen nog bent? Dat weet je niet. Tuurlijk mag je plannen maken. Moet je plannen maken? Zeer zeker. Maar ga je geen zorgen maken of het allemaal wel zou lukken. Want God is erbij. Iedere keer als je je zorgen, je dag in Gods handen legt, dan weet je dat je veilig bent bij hem. Het volgende. Weer een tekst. 2 Thessalonicenzen 3 vers 16. Ik wens u toe dat de Heere van de vrede u altijd zijn vrede zal laten ervaren, wat er ook gebeurt. Het is niet dat ik het tegen u zeg, God zelf zegt het tegen u. Jezus zegt, ik wens u toe dat de Heere van de vrede u altijd zijn vrede zal laten ervaren. Wat er ook gebeurt in je leven, het maakt niet uit. Nogmaals, iedere tekst die duidt erop, over die zorgen, over die problemen. Maar toch, ik geloof dat al die teksten niet voor niets in Gods woord staan. Iedere keer als we doorbladeren, dan zegt hij tegen ons, ik ben er. Ik zorg voor jou. Ik ga je geven wat je nodig hebt. Laat hij bij u allen zijn. En dan het volgende plaatje. Dat is een schilderij. En we gaan nu naar de Hof van Gethsemane. Waar Jezus naartoe is gegaan om te bidden. Te bidden met zijn vader. Toen ik dit zag, toen dacht ik, wat een zorg heeft hij op dat moment gehad. Dat hij neerknielde en hij wist wat er ging gebeuren. Dan kun je zien, hij was mens geworden. Wij zijn allemaal mens. We hebben allemaal onze gebreken, onze tekortkomingen en ook onze zorgen. Maar ik geloof zeker dat Jezus daar in die Hof van Gethsemane niet voor niets naar zijn vader heeft geroepen. En dat hij zei van, o God, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Want ik zie het niet meer zitten. Ik kan het eigenlijk niet meer dragen. Ik moet eigenlijk naar het kruis om de zonde van de mensen te dragen. En zijn vader antwoordde eigenlijk niet. Daar hebben we alweer een voorbeeld. En hij zei, mijn zoon, het is beter dat je wel gaat. Hoeveel zorg je misschien ook nu hebt. Toen ik het zag, werd ik even stil. Toen ik daar zo een beeld zag van Jezus. Dat hij geknield lag. En dat zweet, dat werd bloed uit zijn voorhoofd, staat daar zelfs. Want een angst heeft hij gehad. En hij deed het voor jou. En als je deze middag hier zit. En je weet nog niet wie die Jezus is. En wat die Jezus voor jou hebt betekend, voor jou heeft gedaan. Dan kan ik je alleen maar uitnodigen en vragen, neem die Jezus aan. En doe één stap naar het kruis. En ga bij het kruis staan in gedachten. En zeg, Heer Jezus, dank u wel dat u dat ook voor mij gedaan hebt. Dat u gebeden hebt tot uw vader. Dat toen u het zo moeilijk had. U lag daar voor mijn zonde. En dan zal God komen. En hij zal in je hart komen. Hij zal zijn vrede aan je geven. En zijn Heilige Geest, zoals we gezongen hebben, zal in je neerdalen. En je zal de liefde en de genade van God gaan ervaren. Wie hij werkelijk is. Want een God hebben wij. Die zoveel om jou persoonlijk geeft. Die iedere dag weer opnieuw, ieder uur, iedere seconde naar je kijkt. En zegt van, mijn kind, ik hou van je. En wat er ook gebeurt in je leven, ik sta ernaast. Ik heb je vast. En als je dreigt te struikelen, dan hou ik je overeind. Iedere dag weer opnieuw. Als je de week dadelijk ingaat, weet dan dat je iedere ochtend, als je wakker wordt, God kan danken. Begin met danken.
En ga zeggen, dank u Vader dat u ons gespaard en bewaard hebt deze nacht. Dat ik weer op mag staan. En dan komen ineens al die problemen en die zorgen misschien weer over je heen. En zeg dan, dank u Vader dat u het allemaal weet. Ik hoef het nog eens meer te zeggen tegen u. Maar u weet, u kent mij van binnen en van buiten. En ik leg het allemaal bij u neer. En u gaat de dag leiden. U gaat deze dag aan mij geven. En dat weet ik zeker. Dat je s'avonds als je je bed weer instapt. Dat je zegt, Vader, dank u wel. U was erbij. U was erbij. En daarom heeft Jezus geroepen op het kruis. Het is volbracht. En daarom kunnen wij avondmaal vieren. Dat Jezus daar geleden heeft. Hij heeft geroepen naar de Vader. Maar de Vader heeft gezegd, doe het. Doe het voor al de mensen. Want ik wil ze zo graag bij me hebben. Dank u wel, Vader, dat u dat geeft, dat u dat doet. Heer, u hebt uw tafel klaargemaakt. Voor mensen zondig en onrein. Om met het teken dat u geeft in brood en wijn gesterkt te worden in geloof. Ik mag nu gaan met vaste schreden en Jezus gaat vooraan. En al mijn zonden die ik heb beleden, heeft hij geworpen in de diepte der vergetelheden. En mijn twijfels worden overwonnen. Door het woord zijn alle bronnen levende fonteinen. En zo geeft hij aan de zijne levend water. En Jezus zegt, neem het brood en drink de wijn en wees gesterkt in het geloof dat ook u Gods kind mag zijn. En als u Gods kind bent, kunt u deelnemen aan het avondmaal. Amen.